U kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Grote verschillen in het land vandaag. Want op veel plaatsen was het grijs en soms zelfs regenachtig. Maar in het uiterste oosten en zuidoosten van het land scheen de zon en was het prachtig. Bijna na zomerweer. Als we naar de satellietfoto van vandaag kijken. kunnen we die verschillen heel goed zien. Veel bewolking. boven met name het westen van Nederland. waar de meeste neerslag viel. en die bewolking trok naar het noorden. Maar Limburg bijvoorbeeld. daar is het eigenlijk een heel groot deel van de dag. gewoon ronduit zonnig geweest. Nou, die krul in de bewolking die we zien. dat hoort bij een lage drukgebied. en dat lage drukgebied zet heel langzaam koers. in deze richting. Het gaat traag. en dat betekent dat we voorlopig nog met de bewolking te maken houden. En dat betekent ook dat er af en toe nog wat lichte regen of motregen kan vallen. Vanavond is dat vooral het geval in het noordwesten van het land. Op andere plaatsen vaak bewolking, soms een opklaring. En temperaturen die gaan dalen naar een graad of 13. In de nacht op de meeste plaatsen droog weer. Hier en daar een spatje regen of motregen. Vaak bewolking, soms een opklaring. En dan koelt het in het oosten van het land af naar een graad of 8. In het westen van het land is het iets minder fris. Dan morgen. Een beetje eenzelfde beeld als vandaag: met veel bewolking en van tijd tot tijd wat regen in het noorden van het land. In het zuiden van het land is de kans op regen minder groot en de kans op wat zon duidelijk iets groter. Weinig verandering in temperatuur. Het wordt zo'n 16 graden. En die 16 graden zien we ook op de donderdag. Dan is de neerslagkans beduidend groter en heeft de zon het echt eventjes moeilijk. Maar in de loop van vrijdag begint de buigheid langzaam naar het oosten weg te trekken. Komt de zon er meer bij. En vrijdag wordt het al een graad of 17. Zaterdag zitten we met de temperatuur in het zuiden van het land al bij 20 graden. En die temperatuur gaat eigenlijk Alleen nog maar verder omhoog. Kijk maar naar de 15 daagse We zien een piek op zondag: dan liggen de temperaturen boven de 20 graden. In het zuiden van het land zou het wel eens 24 graden kunnen worden. Daarna wordt de onzekerheid geleidelijk aan groter, en zien we in het algemeen de temperatuur wel wat dalen, maar wij richten ons voornamelijk en in eerste instantie op die zondag. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.